hoe triest het ook is, een begrafenis in Nimwegen, onze stad, is nog altijd gezelliger als een bruiloft in Eurem, onthoud het. Ronnie de Groot! Ronnie de Groot! Welkom bij aflevering 35 van Hansje! Terugblik Jong PSV. De heer had toch naar mij geluisterd. En terecht natuurlijk. Het had toch geholpen om keersjes op te steken in de Molenstraatkerk. De jongsjes van PSV liepen bij ons tegen de lamp. We stralen toch weer een beetje licht uit. Ik hoorde Ron langs de lijn coachen. Hij ging erop. Dat ken ik niet anders met 412 toeschouwers. Wat een leegte op de kunstschat. Ons team had die coaching gewoon nodig. Ze kunnen niet op eigen benen staan. Favoriete speulers. Ik heb het idee dat Jozef Kida... Hoe heet die van? Jozef Kiva of Kida? Ik heb het idee dat Jozef Fida en Matje Dijkstra te onrustig zien in het spel. Door de bal in de voeten van de tegenstander te speulen. En ook Kita moet soms een bal afgeven. En niet dwars de vier man hem willen lopen. Het scheelt toch wel dat we een goede keeper hebben. Die hele ballen eruit geranseld had. Hè? Klasse Matthijs, je was goed. Tegenstander. Helmond Sport, die kreeg we thuis. Gewoon lekker je best doen en Ronnie weer goed coachen. Dan kijken we weer omhoog. We staan achter jullie en we pakken 3 punten. Dan gaat het weer goed komen. En weet je wat wel fijn is? We spelen weer op dat heerlijke gras van Theo Verbentum en zijn mannen. Dat is tenminste gras. Dat is lekker. Alleen van de geur van het gras geel naar de goffer toe. Hij zet me weer even te fotograferen. Voorspelling. Voorspelling. Ik voorspel toch dat we flink gaan winnen. We gaan weer voor de 3 punten, dus ik reken toch op een nulke of 3-4. Die Helmonders gaan we ook pakken natuurlijk. We zullen die katten maar pas pakken. En Randy Wolters is ook weer beschikbaar, dus er komt nog meer strijd in. Joey van den Berg moet nog even in de wachtkamer blijven. Jongen, jongen, wat waren het hier, zeg. En nou de afsluiter. NEC ontslaat de trainer en Ronnie de Groot maakt het seizoen af als interim trainer. Eigenlijk is Ronnie de Groot al 25 jaar trainer bij NEC. En elk jaar komt er iemand anders om het weer tijdelijk over te nemen. Heb je gelijk of niet? Dacht het wel. Nou, hou je aan de volgende keer, hè? Ronnie de Groot! Ronnie de Groot! Ronnie, Ronnie!